Ed. Gefeliciteerd. Jij hebt staan. Van harte. Unanieme steun van de fractie, van het hoofdbestuur, van de Eerste Kamerfractie. Veel vertrouwen. Het zal goed gaan. Alsjeblieft. Bedankt. Wat wil u dan? Ja, nee, daar. Nee, ik ben het niet. Dat gaat nu weer. Ik vind het wat een beetje rustig. Hij heeft een goed karakter. Ja, maar daar red je het niet mee in de politiek. Ja, daar red je het mee, want als je dat niet hebt, dan red je het sowieso niet. Het is een flinke vent, hij is moedig, hij is samenbindend, hij neemt mensen voor zich in, hij leert snel. Het is nog wel een jong veulen, maar dat komt wel goed. Hij zal bij uitstek in staat zijn om onze liberale politiek bij de mensen te brengen. Hij zal aanspreken, hij zal de mensen samenbinden in de partij. We hebben daar de grootste verwachtingen van. Er wordt natuurlijk links en rechts geopperd, is Nijpels niet te jong? Sommigen zeggen dat ik te jong ben. Ik zal uiteraard in de functie die ik nu op me heb genomen, zal ik een hoop fouten maken. Maar ik neem aan dat u daar niet mee zit, want dat is uw brood. Alleen maar weglopen. Ja. Nee, afscheid nemen. Hebben ze nou niet het gevoel dat u de grootste dienst bewijst aan de Partij van de Arbeid en D66 door die deur dicht te gooien? Ik denk het niet. De heer Den Uyl was een paar dagen geleden op de radio. Hij heeft me toen ook gefeliciteerd. Dat vond ik ontzettend aardig. De heer Den Uyl zei toen, al diegenen die denken dat de VVD nu in elkaar zou storten, die zouden het wel eens mis kunnen hebben. Hier heeft de heer Den Uyl volkomen gelijk. Oké, ga doen. Ik zou een partij willen leiden die erin slaagt zoveel mogelijk van haar verkiezingsprogramma te realiseren. Dit kan helemaal niet. Dit komt onder de buis. Ik voel niks. Wacht maar, de post van meneer Wiegel is vanmorgen allemaal doorgedirigeerd. Dit is voor meneer Nijpels. Nou, dit is Hij is geboren 1 april 1950 in Den Helder. Hij is afkomstig uit een gezin van 8 kinderen. Als godsdienst heb ik hier staan Rooms-Katholiek. Hij heeft diverse hobby's, waaronder onder andere dat modeltreinen verzamelen. Hij is actief geweest in de JOVD en hij is nog steeds voorzitter van de gemeenteraadsfractie in Bergen op Zoom. En wat wel leuk is, hij heeft als Kamerlid in de recesperiodes gewerkt bij de politie, de kinderbescherming en als gevangenbewaarder. Ja? Oké. Okay. Daar. Wat staat er nou aan interviews op het lijstje, wat er nog moet gebeuren vandaag? Ja, het is ongelooflijk. Ik heb alleen aan televisie-interviews heb ik op het moment 6 verschillende verzoeken staan. Radio hebben we er al verschrikkelijk veel gehad, maar er komen zeker nog 4 radio-interviews vandaag. En aan kranten en tijdschriften heb ik er op dit moment iets van 13, maar ik ben er niet zeker van dat dat echt alles is. Ik denk dat het er nog wat meer zullen worden. Ik heb toch met name ook een katholieke opvoeding gehad in die zin dat er bij ons thuis altijd heel erg veel aan het geloof is gedaan. Dat ook mijn ouders nu nog veel aan het geloof doen. En dat houdt dus in dat het toch een zekere invloed op je denken heeft. Katholieke achtergrond neem je mee? De katholieke achtergrond neem ik met me mee. En ik ben ook blij dat ik die katholieke achtergrond met me mee kan nemen. Want ik vind het katholicisme altijd toch nog een geloof, waarbij een aantal geloofszaken toch ook worden verenigd met een beetje betrekkelijke kijk op de gang van zaken in de samenleving. U hebt de katholieke achtergrond en toch hebt u zich in televisie-interviews tot nu toe, laten we zeggen, met weinig waardering uitgelaten over de christendemocratische politiek.
Ja, dat komt omdat ik vind dat een geloofsovertuiging nooit een goed uitgangspunt kan vormen voor het bedrijven van politiek. En dat is mijn bezwaar altijd geweest tegen christelijke politiek. Vandaar ook dat u binnen de VVD eigenlijk allerlei geloofsovertuigingen aantreft. Maar vandaar ook dat we ondanks al die geloofsovertuigingen toch in zo'n partij als de VVD gezamenlijk uitgaan van een politieke filosofie. En ik vind het geloof toch geen gezond uitgangspunt voor een politieke filosofie. Met zeer veel groot interesse kennis genomen van de brief van de minister-president, die enige, ik moet daarbij zeggen, slechts enige helderheid heeft gegeven over de voorjaarsnota. Mijn fractie zou de Kamer willen verzoeken. Wiegel koos voor een rechtse opstelling van de VVD. Wiegel koos inhoudelijk tegen welke samenwerking dan ook met de Partij van de Arbeid. En Nijpels kan daarin een verandering tot stand brengen. Zeker als hij gaat doen wat hij in het verleden heeft gezegd. Ach, één zwaluw maakt nog geen zomer. Je moet afwachten wat de politieke daden zijn van de heer Nijpels. De VVD als geheel is natuurlijk in grote meerderheid een conservatieve partij. De heer Nijpels heeft de reputatie dat hij wat links in de partij staat. Maar ik denk dat we in eerste instantie zullen moeten afwachten of zijn grote rechtse achterban hem niet te links zal vinden. Ik ken hem als een aardige collega die werk weet te verzetten in de Kamer, actief volksvertegenwoordiger. In die zin complimenteer ik de VVD-fractie met de voorzitter. Maar of dat enige wijziging oplevert ten opzichte van wat Hans Wiegel hier deed, ik weet het absoluut niet. Oh ja, dat is misschien. Ja, maar hoe komt dat nou? Hans heeft een half jaar geleden op een spreekbut in Bergen-op-Zoom gezet in een gesprek met die krant. Dat Nijpels was een jong hond of zoiets. En die zou het nog wel een keer leren. Dus de heer Wiegel is verantwoordelijk voor deze kop. Ik zal hem die toesturen. Wat had je als voorbaar helemaal niet vandaag? De reacties zijn, voor zover ik de krant vanochtend heb gelezen, die zijn buitengewoon positief. Eigenlijk vind ik zelf een beetje te positief. Ik werd er vanochtend, toen ik heel vroeg mijn bed uitkwam, een beetje stil van. Want het lijkt nu alsof je loopt gewoon het risico door al deze lovende commentaren dat men je volgende week wel je benen doorzaagt. En daar voel ik niet zoveel voor. Wat dat betreft had ik het eigenlijk leuker gevonden als de krant had gezegd, nou, we zullen wel afwachten wat er allemaal met hem gaat gebeuren. Maar aangezien ik geen hoofdredacteur ben van welk landelijk dagblad dan ook, heb ik dat niet zelf in de hand. Mijn verhouding met Wiegel was altijd buitengewoon goed. Ik had, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was, had ik ook ten aanzien van politievraagstukken, ten aanzien van de grond- en kieswet, vrij veel met hem te maken. Daarnaast ben ik altijd een hele groot bewonderaar geweest van de manier waarop Wiegel de meest moeilijke problemen in hele simpele woorden weet te vertalen. Het is overigens ook zo dat een optreden van Hans Wiegel destijds in Bergen-op-Zoom eigenlijk voor mij ook de belangrijkste stoot is geweest om iets in de politiek te gaan doen. Heeft hij u klaargestoomd voor het overnemen van zijn functie? Nee, want dat denken veel mensen, maar bij ons worden geen mensen klaargestoomd. Ik was pas afgelopen vrijdag op de hoogte van het vertrek van de heer Wiegel. En het zal u duidelijk zijn dat de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, zo je hem al klaar wil stomen, niet in 2 dagen klaargestoomd kan worden. Ik had min of meer wel al verwacht van een krantenknipsel van een paar maanden geleden. Maar ik wist niet dat het zo snel zou komen. Ik dacht, er zal nog wel een paar jaartjes tussen zitten. Waarom heb je dat verwacht een paar maanden geleden? Nou, omdat er stond in een krantenknipsel de gedoodverfde opvolger van Wiegel. Dus ik denk, van, dan zal hij wel
Het zal wel over een paar jaar worden, maar ik had niet zo snel verwacht. Oh, zo is dat. Er stond de kroonprins van de VVD. Maar dan kan er nooit meer met de trein gespeeld worden, denk ik, hè? Dat is jammer. Ja, precies. Hartstikke jammer. Nou, ik vind het wel... Ik ben er wel trots op hem. Dat is, ik vind het wel een zware verantwoording. Maar ja, ik zeg... Ik hoop dat hij er tegenop gewassen is. U denkt dat hij het wel redt? Ik denk het wel, ja. Vindt u hem beter dan Wiegel? Nou, nee, dat absoluut niet. Dan moet hij... Ik hoop dat hij net zo goed wordt als Wiegel. Ik heb zelf in de raad gezeten. En ik weet wat het is voor het eerst praten. En zoals hij het gisteravond deed, nou... Ik nam mijn petje voor hem af, hoor. Ik vond niet dat hij onderuit ging voor de eerste keer. Ja. En kijk, u wil een blauw oog. Ja, ouder ik ben en als jij het, en als wij jou schudden, dan kun jij het wel schudden. Zo is dat. En richt hem op, Kees. Ja. Liever niet. Nou. Wat een idee. Het bureau is schoon,